Hi allemaal! Hoi! In deze video gaan we iets unboxen van Shein of Shein. Ik weet het eigenlijk niet, misschien weet jij het wel. Ik zeg zelf Shein. Wij zeggen Shein, maar nou ja, lieve kijker, als je een andere mening hebt, lees dat graag in de reactie onder deze video. Hier zitten allemaal fidgets in. Haha. En het was eigenlijk heel snel hier. Ik denk dat we 1,5 week geleden besteld hebben. Denk je het? Ja. Mijn dochter is echt heel benieuwd wat erin zit. Ja. Ze is helemaal weg van fidgets. Ja. Ze heeft ze ook al een aantal geruild. Hè? Je hebt een behoorlijke verzameling. Ja. Oh, volgens mij is dit je favoriet. Ik pak meteen je favoriet. Oh. Denk ik. Okay, ja? Gaan we? Oké. Okay. Ah! Even terug. Oké. Okay, zal ik maar het plastic halen? Ja. Dit is een... Dimple digit. Een wat? Een dimple digit, sorry. Een dimple digit. Ja. Yeah. Hoeveel van die dingetjes, ditjes zitten erin? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wow. Holy. We zullen hem zo meteen even neerzetten. Wow. Doet hij het goed? Ja, hij doet het heel goed. En ze zei net tegen mij toen ik de camera uit had, je moet erbij zeggen dat hij nep is. Wat is dan echt? Nou, bij de echte zitten er allemaal, dat is Lakeshore Learnings of zo, of ja, Fat Brain Toys. Dan zitten er nummertjes op. Maar dat vind ik zelf niet echt heel fijn, dus ik ben blij dat er niet nummers op zitten. We hebben nu neergelegd, even kijken of dat gaat. Nee, maar waarom niet? Weet ik niet, misschien is er iets te dun. Nou, als je er eentje hebt, dan lukt het wel. Ja, ik denk omdat... Kijk. Hij heeft te dun. Omdat hij hier tegenaan komt. Ja. Zodat je hem dan op de grond doet. Dus ja. Eigenlijk is dit dan fijner om het te doen terwijl je hem vast hebt. Ja. Ben je klaar voor de volgende fidget? Ja. Helemaal. Dit is een... Ja, dat is een hele nieuwe pop-it dit. Maar wat is er nieuw aan dan? De kleur? De stijl. Want de achtergrond is wit. Het ziet er wel cool uit. Yeah. Wat ik hier bijzonder aan vind, is dat er zo'n opstaand randje is. Zie je dat? Ja. Yeah. En nou, dit dit doet niet echt veel. Dus ik heb hem op de tafel moeten leggen. Oké. Probeer hem maar uit. En? Hij voelt echt fijn. De goede kant of de slechte kant? Ik denk dat dat de goede kant was, maar ik ga nu deze kant proberen. Oh, deze is nog fijner. Die andere kant was ook best goed. Ja. Volgende. Dit is schattig. De kleur is ook nog eens mooi. Ja, de kleur konden we niet kiezen. De prijzen zal ik in de beschrijving onder deze video vermelden. En we hebben één keer eerder een fidget video gemaakt. En toen vroegen kijkers of we ook wilden vertellen dat dit eigenlijk, zeg maar, is... Dat dit eigenlijk bedoeld is, voor oorspronkelijk... Voor mensen die autistisch zijn. Ja, voor mensen die autistisch zijn of ADHD hebben. Of misschien ook ADD. Of gewoon die druk zijn. Ja, en die worden daar rustig van. En ze zeiden dat ze het niet leuk vinden dat nu heel veel kinderen dit meenemen naar school. Waardoor het verboden gaat worden, net zoals de fidget spinners. Maar ik denk dat de leerkrachten wel weten welke kinderen het echt nodig hebben... En het voor die kinderen niet verbieden. Is het bij jou verboden op school? Nee. Nou, we mogen het niet doen tijdens de les. Alleen wel in de pauze. Wel in de pauze. Dit licht is iets beter. Even kijken of ik hier een leuke sleutelhanger van kan maken. Maar ik denk niet dat je... Of wel. Zou het handig zijn om dit aan je fietssleutel te doen? Nee. Want je wil hem bij je houden. Ja. Zo. Ja, dat is prima, toch? Ja. Aan de andere kant. Nee. Die is niet zo fijn. Maar die niet. Deze kant wel. Dat betekent dat die paarse toch een soort van dubbelzijdig is. Ja. Volgende. En lieve kijker, dit wordt niet gesponsord. Oh, nee! Het is dubbel! Ik heb alles zelf betaald. En ja, je kon geen kleur kiezen, dus... Dat is nou weer jammer. Wat zeg je? Dat is nou jammer. Ja, maar we hadden extra besteld, toch?
om weg te geven. Dus niet zozeer aan de vriendjes. Aan de vriendjes, ja. Oké, volgende. Wat is dit nu? Oh, het is een leuke kleur! Het is een superleuke kleur. Dit zou een Nido moeten zijn. Een ananas Nido. Wat is een Nido? Ja, dat is een stressbal. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is dus niet te vergelijken met een gewone stressbal. Het voelt anders. Hij voelt heel lekker, maar hij voelt, niet zoals die Nido. Een mooie kleur. Ik vind hem echt fijn. Ja? Ja. Wow. Maar toch, die andere die je hebt, die voelt een beetje... Misschien met materiaal. Ik heb deze aan jou, ik vind het vast. Yes. Dan ga ik nu kijken wat er nog meer in zit. Oh, hij is groen. Hij is groen. Ariel. We konden geen enkele kleur kiezen. Ik ben zo blij. Dus dat is dan spannend als je dit krijgt. Ja, voor de ouders die kijken. Als je een partijtje hebt in het vooruitzicht. Zijn fidgets zeker een goed cadeau. COVID verantwoord partijtje. En dan is het denk ik wel een absoluut succes. Ja. Als je leuke fidgets hebt om te geven. Ja, om te geven. Of een fidget party om alles uit te proberen. Ik blijf me erover verbazen hoe mijn dochter, en die is 10, echt uren zou ik bijna willen zeggen, ook met een vriendinnetje met die fidgets kan spelen. Ze heeft dan een doos waarvan alles in zit en dan gaan ze inderdaad ruilen met elkaar. En ze, ja, wat vind je nou zo leuk aan? Het voelt fijn. Ja. En ik word er ook heel rustig van. En hoe merk je dat? Word je echt rustig van? Dan heb ik zeg maar doordat mijn ademhaling rustiger wordt. Ja. Ja? Ja. Dat doet het goed. En die wat minder. Hij is wel super leuk, hè? Ja, hij is heel schattig. En haar zus van 15, die doet dit eigenlijk ook best wel vaak. Pak zijn poppen eruit. Ja. En als we er eentje kwijt zijn, dan weten we dat hij op haar kamer ligt. Ja. Ik ben inmiddels vergeten wat we hebben besteld. Ik niet. We hebben een besteld. Oké, ik heb hier in mijn hand een spits. Oh, maar je hebt een andere kleur. Hij is zo leuk! Andere kleur. Ik wist niet eens dat we er twee hadden. Nee. Hadden we dat al wel? Volgens mij niet. Oh, bijvoorbeeld, je zei nog van, oh, die is nieuw. Misschien is dat leuk om weg te geven. Ah, ja. Omdat het zo'n nieuwe poppet is. Nee, ik vind het helemaal niet nieuw. Voor jou is het nieuw. Voor mij is het nieuw. Niemand bij mijn klas heeft een poppet. Goed is, doet hij het ook goed. Minder. Deze gaan wel makkelijker. Volgende. Wat is dit? Weer een ananas. Een pineapple. Waarom hebben we niet de gele of de roze gekregen? Ja, jammer is dat, hè? Dat is toch wel jammer dat je niet dezelfde kleur kiest, dat je niet zelf een kleur kan kiezen. Ja, maar ik vind dat ze er wel op moeten letten van ook. Oh. Maar het is dubbel, dus dat was een bedoeling om weg te geven. Die is nieuw! Die is nieuw. Ik vind die mini poppets vind ik zelf heel erg schattig. Ja, die vind ik schattig. Even kijken hoor. Die is nieuw, baby. Maar, kon je dat kiezen, dat je een gemêleerde had? Nee. Er stond gewoon, je kan niet kiezen welke kleur het is. Oké. Zijn mijn handen donker in het licht? Waarom is ons licht zo raar? Ja, omdat hij zelf zeg maar zoekt, omdat niet iedereen een goede camera heeft. Oeh, die kant is erg fijn. Oh, hij popt terug. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, nee. Ja. Ondertussen pak ik de zak. Heb je er nog meer in daarvoor? Ja. Weer een kleintje. Oh, niet te geloven, joh. Ja, vind je die leuk? Ja, ik heb zoveel geluk, want je kan ook zeg maar met de buitenkant blauw zijn. De buitenkant zwart, maar wel de buitenkant wit. Dit is meteen een fidget spinner. Wow. Oh, maar die is leuk. Ja. Echt superleuk. Oh, kijk, daar zit het gaatje. Ik dacht van, wat kunnen we daarmee? Maar... Hier.
Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Want als je dat er helemaal doorheen hebt, dan kan je niet lekker spinnen. Oeh. Hij popt ook nog eens fijn. Maar dit is wel om in je hand te poppen. Want leg hem eens neer. Dan denk ik dat je dan zou het zeggen. Ah. Het is veel fijner op, zeg maar, in je handen. Dus hier kan je hem niet op poppen. Nou, moeilijker. Ik heb even gespikt. Er zitten nog 3 in. Waarvan 1 dubbele. Ja. Ja. Ik zal kijken of ik die eerst kan pakken. Alsjeblieft, er zit ook een prijslijstje in. Oh nee. Er zitten 4 in. En dan komt ie. Tada! Waarom 3 van deze? Ja, ik zou, als ik degene was die het zou inpakken, zou ik in ieder geval verschillende kleurtjes erin doen. Maar oké. Okay. Laten we niet kritisch zijn. En... Oh, dit is een andere weer. Ja, die is zwart. Ik dacht, dat was met 4. Ik dacht dat het deze was, maar dan met het zwart. Nee, dat is met 4. Plastic en plastic. Ja. Ook dit is meteen een spinner. Ja. Wacht. Die andere deed beter, of niet? Ja, ik heb hem wacht. In deze hand gaat hij beter. Nu gaan we hem poppen. Oeh, deze gaat makkelijker dan die andere. Ik vind dit echt leuk. Ja, dat vind ik echt, echt leuk vind. Ik ben benieuwd zo meteen aan het eind van het video wat je gaat vinden. Ja, ik ook. Oké. Oké, wat is het volgende? Er zit ook dus weer iets aan waardoor je hem kan... is dat een gaatje? Waardoor je hem ergens op kan hangen. Maar ja, als je dat doet, dan kan je niet spinnen. Ja, ik ga hem gewoon zo laten. Hij spint hem veel beter. Oh, op de kamer ziet het er zo graag uit. Hij spint best wel lang. Ja. Ik heb grotere handen. Ik zeg volgende. Hij zegt volgende. Ik snap dat je dat zegt, volgende. Alright, volgende. Volgende. Ik heb hier een... Oh, yes! Een andere! Woehoe! Dat is leuk. Oh, die is echt mooi. Superleuk. Een blauwe ananas. Deze is ook blauw. En nee joh, noem je dit blauw? Ja, wat noem jij dat dan? Mint. Oh, mint, nee. Heel lichtgroen. Het voelt anders dan een... Nee. Ik bedoel, het voelt anders dan een Nido. Ja, en ook anders dan een knijpballetje, of noem je dat? Stressbal. Stressbal, ja. Hij voelt zachter. Ik vind hem fijn. Ja. Maar die ene die je hebt, als je daarin knijpt, dan... Want hier zit een soort van lucht in. En bij die ander voelt dat alsof er geen lucht zit. Maar ik heb ook nog zo'n Fruit Pack Nido besteld. En als die binnenkomt, gaan we het ook nog laten zien. Kunnen we vergelijken. Nou, een blauwe ananas. Sowieso ziet het er super schattig uit. Wat heb ik hier nog? Nog eentje. En prijsjes. Prijsjes. Toeproces. Oh, je kan ze nog teruggeven ook. Oh, we kunnen deze terug aangeven. Dan vraag ze een andere kleur. Weet je dat? Ik weet niet of het kan, maar. Nou, goed. Gaan we zo meteen kijken. Wat is dit? Een bike chain. Een bike chain. One size fits all. Hij is blauw en rood. Blauw en rood. Ja! Heb je dit? Hebben we er 2 in 1 zakje? Ja, volgens mij. Oké. Ik neem rood. Oh, yeah. Maar wat? Hoe moet dit? Kijk. Je hebt zeg maar zo'n 2 ringetjes. Ja. Dan ga je ze draaien. En dan krijg je een soort van loop. Dat is heel cool. Ik kan het ook met 1 hand doen, maar daar ben ik niet zo heel erg goed in. Draaien, dan krijg je een loop. Draaien. Zo vasthouden. Oh, zo. Ja. Oh. Dat is cool, hè? Het is. Oh, maar dat is grappig. Ja. Oh, deze is ook heel erg leuk. Ja. Ik ben ook heel blij dat het blauw en rood is. En dit zijn dan alle fidgets die we uit het pakket hebben gehaald. Behalve dan de dubbele, want die zitten nog in het plastic. En ik ben heel benieuwd welke fidget mijn dochter de leukste vindt. Nou, ik denk niet dat het een verrassing is. Ik vind die het leukste. Ja, die grote? Ja. Ik vind hem iets te groot. Ik vind juist wel heel schattig. Die kleine, die mini poppet. Ja. Maar ook die bike chain vind ik heel erg leuk. Ja, de bike chain is ook leuk. Ik vind de ananas ook leuk. Ja, precies. Als ik dan echt een keuze mocht maken, dan zou het blauwe ananas zijn. En ik ben heel benieuwd, lieve kijker, welke fidget jij
het leukste vindt van deze video. En we lezen het graag in een reactie onder deze video. En dit is dan het einde van deze video. Ik hoop dat ik in ieder geval heb kunnen laten zien wat je zo'n beetje kan verwachten als je via een site als Shein fidgets bestelt. En in ons geval duurt het maar iets van 1,5 week voordat we het pakket binnenkrijgen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden voor nu. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.